Dan Vaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Dan Vaste Radio. Sabi. En dan de studio, even kijken naar de studio in Amsterdam. Daar zit Anita, jij geniet van reggae muziek. Heb je iets met reggae muziek? Ik vind reggae muziek heerlijk. Ik zit te wachten tot de melkweg weer open gaat om wakfoes te kunnen passie. Voor reggae? Nou ja, ik vind reggae heerlijk, maar ik bedoel, ja. Heb je favoriete artiest? Het is een bewolkt hier in Amsterdam. Hoe is het weer daar bij jullie? Het is niet behoorlijk, het regent gewoon hier. Het regent? Ja, regen in Rotterdam. In Amsterdam-West is het droog, ik weet niet hoe het gaat in Amsterdam-Zuidoost. Uh-huh. En ik weet niet hoe de mensen van die met Amsterdam-West afgestemd zijn op Amsterdam-Zuidoost. Ik doe ze de hartelijke groeten. Ik zag zo net op Facebook zag ik dat er bij de Leeuwenhoek dat ze afscheid hebben genomen van een overledene. Vorige week had jij in de uitzending die meneer van de P van de A. Ik heb begrepen dat je hem later weer in de uitzending hebt. Ik ben de woordvoerder zorg van de P van de A. Mm-hmm. Ik ben benieuwd. Vandaag zag ik zag dat mensen afscheid namen voor de deur van de Leeuwenhoek. Ja, dat heeft niet altijd met corona te maken hoor. Is zo'n verzorgingsstoornis met heel veel. Dat was wel bij het bericht. Ja, maar dat kan. Maar dat het over corona ging. Oké, maar dat er afscheid genomen wordt bij de Leeuwenhoek, dat gebeurt regelmatig. Daar zitten heel veel mensen op hogere leeftijd, senioren met hoge leeftijden. En voor mij heb je nog een gedeelte met Alzheimer patiënten. Dus kan soms... Volgens mij was dit speciaal georganiseerd. Mm-hmm. Want ik zag die vlijkwagens en er stonden mensen, weet je, op anderhalve meter afstand van elkaar te zingen. Nou, dat zag ik in de... Dat vertel ik de mensen voor jou. Prima. Ik vind het heel inventief. Ja, dat ben ik altijd. Uh-huh. Nou, u werd afgestemd op de gezamenlijke uitzending van Radio 7 FM en Radio Stavaste. Het is al de derde week waarop wij dat doen. En de vorige week heb ik twee boeken aanbevolen. En dit week heb ik ook een heel mooi boek. Eigenlijk ben ik trots dat ik dit boek mag aanbevelen. Het is van de winnaar van de PC Hoofdprijs in 2016. Ik heb het niet over de eerste en de beste, maar over de grote Astrid Roemer. Vorig jaar is er een boek van haar, roman van haar verschenen, Gebroken Wit. En zowel in Suriname als in Nederland wordt ze geprezen om haar zinvolle inbreng in het publieke debat en haar eigenzinnigheid in het inmiddels uitgebreide oeuvre van politiek, proza en dramateksten. Gebroken wit is de cremige kleur van amandelen. Als je het vliesje eraf pelt van de zoete orchade siroop waar grootmoeder B dol op is. Het is ook de kleur van haar nachthemd aan de droogmolen zolang het niet bebloed is. Van de wijzeena waarmee die koekjes was. En van het briefpapier waarop kleindochter Haley in ballingschap in Holland geheime brieven stuurt aan haar oudere getrouwde minnaar. Gebroken wit, soms gespeld als gebroken wit, is ook hoe grootmoeder haar familie omschrijft. Ze zijn niet zwart, ze zijn niet wit. Ze dragen de kleur van geschiedenis, van geweld, de kinderen van vaders die vooral geworteld waren in een Europa waar zij niets van konden zien dan Joodse vluchtelingen, predikanten en missionarissen. Deze roman van Astrid Roemer wordt best wel goed aangeprezen. Zelfs 5 sterren heeft hij gehad. En dat wil zeggen dat het een must-read is. Srada Uma, geboren in Suriname. Onlangs is haar moeder overleden. Ze is ook een van de strijders van het Srada Towa Dicté. Heeft zij een tekst aangeleverd voor ons Dicté. Wij zijn trots op haar, Astrid Roemer. Het volgende boek waar ik het over wil hebben, dat is voor kinderen. En dat is Wolkje en de Groenhartboom. Het is geschreven door Kobi Pengel.
En Wolletje is een konijn en de groenhartboom komt in opstand tegen het omgaan van de mens in de natuur. Wat ik mooi vind aan dit boek is dat het niet alleen maar een fantasieverhaal is, maar dat het de lezers dus op kinderlijke wijze meeneemt in de diverse natuurverschijnselen van Suriname. Bijvoorbeeld de groenhartboom. Wist je dat de boom in bloei staat? Als de boom in bloei staat, dat aangekondigd wordt dat de droge tijd in aantocht is. De droge tijd is aangebroken en als de droge tijd is aangebroken, dan staat de groenhartboom in bloei. Maar deze bomen die komen in opstand, zeker de bomen in het binnenland, want in het binnenland wordt er veel kwik gebruikt en chemicaliën in het bos. En het is een boek met leuke wetenswaardigheden voor kinderen en ook voor volwassenen. Want ja, ik weet dat er heel veel mensen niet weten dat de groenhartboom een aankondiging is van een grote droge tijd in Suriname. Ken jij de groenhartboom, Frans? Ik ken het wel, maar ik zou niet precies weten hoe het eruit ziet, maar ik weet wel dat het een boom is. Je hebt nog de Groenhartweg in Suriname, dus het is een boom, maar ik ben heel slecht in flora. Zal ik je vertellen? Weet je waar er een mooie grote groenhartboom staat voor het gebouw van financiën aan het Onafhankelijkheidsplein? En als de droge tijd aanbreekt, staat het geweldig echt in bloei, mooie gele bloemen. En om de hoek van SRS is er ook een hele hoge. En die moet je zeker kennen. Ik weet wel dat er bomen staan, ja, maar nu je het zegt, ik zal erop letten. Let erop, ja. Mooi. Nou, dat waren de twee boeken die ik wil aanbevelen. Verderop in de uitzending kom ik weer terug, maar nu nog niet meteen. Volgens mij in het tweede uur kom ik terug, want dan ga ik praten met Gloria Botsen. Gloria Botsen die was vorige week ook in de uitzending. Zij vertelde over het Doe het Estafette. Doe het Estafette die is vanavond weer. Vorige week heb ik gekeken, ik vond het geweldig. Heb je het gezien, Frans? Was vorige week. Ja, je hebt het gemist. Ik zat live op de radio, ja. Dus ik heb niets van meegekregen. Ik heb wel gehoord dat het een succes is en dat het voor haar al vatbaar is. Maar toen het live uitgezonden was, dan was ik ook bezig met live uitzending ook. Ja, toch, want vandaag is er weer één. Vanavond één. En daar gaan we het over hebben met Gloria Botsen in het laatste uur. Die ga ik weer missen. En in het laatste uur komt Sheryl Fleet voorbij. Oké. Met Double Seven Support. Dank je. Ik zeg de oudste zoon van Bamali, David Mali was dat. En we all know him as Siggy Mali. Zometeen om 5 uur krijgen we het nieuws uit Amsterdam. Voor Amsterdam. Het is simultaan. Nee, we krijgen Amsterdamse nieuws. Ik dacht via AT5 voor de mensen in Amsterdam. En wij hier om 5 uur. Het nieuws van ons wordt verzorgd door Rijnmond Radio Rotterdam. Met Marlene Waal. En Odi, Saranamang, Odi, Brada, Odi, Sisapo, De. Ik heb heel veel mooie herinneringen aan dit nummer. Ja, het komt in mijn stageperiode. Ik vertel het straks aan Anita, als zij het wil horen. Dus als ik ze vaak draai, dan heeft het met nostalgie te maken. Ik heb het eens gezocht hoor, dat is de redactie die zit paraat om op mij te wachten. En ik zei, ik heb een mooie herinnering aan dit nummer, maar als je het wil horen, dan hoor je het, maar anders niet. Anita, je bent er weer. Hoezo, als je het wil horen, dan hoor je het niet. Is het een shade naar iemand? Nee. Het betekent heel veel voor mij, vrolijke jeugd. Weet je, ik... Zal ik het vertellen? In 92 zat ik in Hilversum op Media Academie. Dus ik moest. Ik deed journalistiek. Dus ik, op een gegeven moment moest je een stageplek hebben. Je weet je, je moet iets leveren om door te gaan, weet je, naar de volgende klas en naar de volgende fase. En ik kwam zo moeilijk. Ik kon zo moeilijk een stage plaatsvinden in Hilversum. Weet je, het is nog altijd. Ik weet of niet van nu, maar toen was het echt names en faces. Dus ik heb geprobeerd bij Farah.
Je kent ze allemaal, VPRO, NOS voor een stageplek. En, het kan niet, weet je. Maar het was wel een afstudeerproject. Dus een avond met certificaat en alles. En dan moest je je productie, je stageproductie presenteren. En ik werd geweigerd in Hilversum. Dus ik dacht van, hoe doe ik dit nou? Toen ging ik naar Amsterdam, naar de markt in Amsterdam, Albert Kuip. Maar en achter Albert Kuip was een Srana radio van Mighty Botai. Radio Sranang. Ja, Radio Sranang. En ik heb daar stage gelopen bij Botai. Je wil het niet geloven. En ik heb toen al een hele reportage gemaakt van hoe hij zijn ding maakt en hoe hij mensen bedient. En ik ben bijna cum laude geslagen. En ja, ze vonden het leuk, spannend van bestaat. Kan dit in Nederland, dat er zoveel duizenden mensen naar een radiostation luisteren en het is nog illegaal. Het was krakkemikt. Het had niks. Het, weet je, maar hij deed het wel voor. En er waren toen mensen die echt naar luisterden. Dus ja. De muziek die voorbij kwam, waren dit soort muziek, Vrolijke Jeugd, Serenam Poku, en dan, weet je, echt heel vrij. Als je die man uitscheldt, je bel live in die uitzending, je zou iets zeggen wat niet goed is, dan scheldt hij jou weer uit in de uitzending. Weet je, dus... Mighty Botai, ik bedoel, Mighty Botai is ook een radiopionier hier voor Surinamers hier in Amsterdam. En hij was zijn radiostation was aan de achterkant van bij de Albert Kuip. Uh-huh. En hij was ook een grote band. Hij heeft ook met de Hugo en zo gespeeld. Ik bedoel, het was een echte ondernemer voor zijn tijd. Ja, dus toen ik zijn presentatie hield in Hilversum van ik ben bij zo'n station geweest en dit is inrichting van het station. Het station heeft twee mensen in dienst, Mighty Botai en een vrouw. Zij roepen om en er is administratie. En als je een reclamespot wil, dan betaal je contant en je kan nog altijd onderhandelen voor jou. Vrienden, collega's kwamen niet meer bij, maar iedereen lag in een deuk van hoe kan het nou? Dus... Ze lagen in de deur. Maar ik bedoel, je kan radio maken vanaf je wc. Ik kan zelf. maar dat wisten ze niet. Ze dachten van, er moet een technicus, er moet een beleid zijn. Ik zeg, nee, zo zend die man uit. En hiervoor, hierover wil ik een proefschrift maken. En dat heb je gedaan. Dat heb ik gedaan. En het is op cassetteband. Het was in de tijd van cassetteband. En later kwam dat... voor MD, dan weet je al hoe lang dit is. Dus. Ik hoop dat je het hebt gearchiveerd. Ik heb zoveel dingen in mijn archief, dus ik hoop dat ik hem... Ik ga op zoek naar. Maar dat was het feit is dat het indruk heeft gemaakt in Hilversum. Toen ik vertelde over Radio Sranang, over Botai, over zijn huishouden, zijn boekhouding, zijn studio. Ik heb echt alles verteld wat ik zag. Weet je, studio zat precies naast zijn toilet. En als je binnenkwam, dan is de kans groot dat hij nog slaapt, hè, aan de overkant. En hij ziet alles en iedereen in de studio. En heel Suriname ging daar. Voor advertentie, overlijdensberichten, muziek, alles. Dus hij had een functie, een totale functie. Nee, ik bedoel, Mighty Botai, ik heb hem... Je hebt hem gekend? Ik heb hem nooit persoonlijk gesproken, maar ik heb hem nog meegemaakt in mijn beginperiode bij de radio. En hij overleed. Niet, ik weet niet precies in welk jaar hij is overleden, maar niet lang nadat ik op de radio was, is hij overleden. Het was een radiostation, bestaat nog steeds, het is Mighty Radio. Die zendt op de maandag en de dinsdag uit in Amsterdam. Hoe vaak is die man postuum gedecoreerd? Want ik vind dat er al zo'n radio, ooit een radio wordt in Nederland uitgereikt moet worden, dat Botai minimaal in de nominatie moet staan. Ik vind het een heel mooi idee van jou. Ja. Ja, echt wel. Hij stond er en hij had een functie. Hoeveel radiostations waren in Amsterdam toen? Hij was de enige? Heel veel. Maar Frans, Mino Wanduferi, ik heb een jarige onder de knop. Gloria Bots is jarig en wij feliciteren Gloria. Al nog voor de zoveelste keer, mede namens alle medewerkers van Radio Stanvassen. Je hebt er nu? Is het gelukt? Ja, okay. Gloria, kom je erbij? Hey, yes. Hallo Frans, dankjewel voor je felicitaties en hi Anita. Mooie jaren, Marisa. Hallo. Ik laat het interview aan jullie over, Lady Stalk. Vorige week had jij de luisteraar, dit is Gloria Botsen, voor de mensen van
Stavaste is dat geen onbekende. Zij is programmamaker bij Radio Stavaste. Maar de mensen van Amsterdam kennen haar misschien nog niet. Dus daarom maken ze kennis met Gloria Botte. Gloria, op welke dagen zend je uit bij Stavaste? Ik zend voorlopig nog uit op de woensdagmiddag van 2 tot 4. En op de vrijdag van 1 tot 5. En ik heb een programma dat heet Travasdis. Ik heb de ruimte gekregen van de directie van Stavaste om een beetje mijn ding te doen. En dat is natuurlijk een geweldige kans. En, en ik doe met name politiek actualiteiten Suriname. Omdat het mij echt aan het hart ligt. En mijn programma heet Travasdé. Waarom? Omdat ik geloof dat we dingen op een andere zaak, op een andere manier moeten doen. Dus vandaar Travasdé. Travasdé. En vandaag ben je jarig. Hartelijk gefeliciteerd ook namens de Old Heaven FM. En alle luisteraars in Amsterdam. Dankjewel. 60 jaar geworden. Hoe oud ben je? Hoe oud? 60 jaar. Ben je 60 geworden? Ik ben 60 geworden. Nee, dat heb je persoonlijk, hè, maar met Lucky foto. Of je wordt goed gefotografeerd goed, of gadot ik het in. Welke is het? Actie verand. ik zeg beide. Wat ben je nog? Yes. Nou, waarom ik jou bel? Niet alleen maar om je te feliciteren, maar ik bel je voornamelijk op de Doe Het Estafette. Vorige week zaterdag was ik, het was de dag voor Pasen. Ik had nog één pakje pomptaier. Nu zit die laptop. Luku, Doe Het Estafette. En jullie hebben me niet teleurgesteld. Gelukkig. We doen ons best. Ik heb natuurlijk ook een goed team om me heen verzameld. En dat gaat geweldig. Ik moet zeggen dat het technische gedeelte... Ik een collega heb van Stavaste, dat is een juweel, dat iemand zoveel weet. Dat is Roy Cable, die echt technische ondersteuning biedt. Daarnaast heb ik dus wat muzikanten gebeld, zoals Etcherus, Denise Jenna en Richardo Tuinvoort en John Aldenstam. En gevraagd van, hey, dit is het idee. Ze vonden het allemaal een super idee. Ze zeggen, doe het, want zo heet het ding, hè, doe het. En toen ben ik gaan bellen met Henk van Vliet in Suriname. Ook die was heel enthousiast. En Nesto erbij gehaald. Nou, toen is het van start gegaan. Binnen 4 dagen, moet ik zeggen, hebben wij het voor elkaar gekregen. Om en een pagina neer te zetten. En om een event neer te zetten. Waarvan ik zeg, ik was er ook zeer, zeer tevreden over. En vanavond gaan we weer knallen. Natuurlijk. Maar wacht even voordat je... ik ga je remmen. Voordat je vanavond gaat, want het punt is. Ik weet wat het is. Jij weet wat het is. Frans weet wat het is, maar ik zou je zeggen dat Joyce net de radio heeft aangemaakt en ik weet wat Doe Het Estafette is. Kan je kort uitleggen wat dat is? Ja, Doe Het Estafette is ontstaan omdat ik denk dat het belangrijk is dat we deze negatieve periode, althans als een beetje negatief ervaren, op een positieve manier kunnen invullen. En hoe doe je dat het beste? Met muziek of met dans? En toen heb ik het gezien bij de KVD'anen. Ik denk, beter goed gejat dan slecht bedacht. Ik heb contact opgezocht met de organisatie. Die zeggen van, want ik spreek ook Caveriaans, dus de lijntjes waren vrij snel. Heb ik contact met ze gezocht in Portugal. Die zeggen, meid, ga je gang. Alle informatie heb ik gekregen. Hoe zou je het doen? Vervolgens ben ik dus mensen gaan bellen, zoals ik je net noemde, die namen. Ja, maar wat is het? Waar moeten die... Wat is het? Wat is Doe Het Estafette? Doe Het Estafette is het alternatief dat muzikanten bieden vanuit hun eigen huiskamer. De kijkers in hun huiskamer Ertentena met hun muziek. En waar doen ze dat? Ze doen het via de Facebookpagina Doe Het Estafette. Daar ga je dus live kijken. En dan zit je in je huiskamer met je laptop, met popcorn of met een wijntje. En je wordt geëntertaind door artiesten uit Suriname en artiesten in Nederland. En de mensen moeten dus naar die... Facebookpagina, Doe Het Estafette, en dan moeten ze die pagina liken, en dan moeten ze, en dan kunnen de, en om 9 uur, want vanavond 9 uur is het, dan moet de stel op om naar optredens te gaan kijken. Of wordt er alleen maar gestongen vanavond, maar de vorige week waren Tang en de Boy van Birti. Voor deze week, wat hebben jullie voor ons in petto? Ja, deze week hebben we in petto Clifton Brown. Want Suriname begint dit keer eerst. Omdat Suriname natuurlijk te kampen een beetje met een avondklokje hebben ze. Dus willen mensen die niet dat ze gestrest naar huis gaan en moeten haasten. Ze beginnen met Clifton Brown. En dan hebben we Brian Munslag, we hebben Sijsje,
We hebben Noël Wilson. We hebben Humphrey Cowlen. Die gaan dat dus vanavond doen. Mm-hmm. En... Maar wacht even. Ho. Even. Clifton Bram, gaat hij ook zingen? Nee, Clifton Bram is een comedian. Die gaat dus... Mm-hmm. Ik ga er vanuit. Die ruimte bieden we de artiest. Maar wat wil je doen? En ik ken Clifton als de comedian, stand-up comedian. En ik ga ervan uit dat hij dat ook wel doet vanavond. En die Noël Wilson, die Brian Munslag en die Tijssen en die Humphrey Cowlen, die gaat zien. Behalve Noël Wilson. Noël Wilson is een van de bekende saxofonisten in Suriname. Een jongeman die vrij hoge ogen scoort. En die gaat dus een sax bespelen vanavond. Ik heb hem vorige week gezien en hij stond, maar ik denk jongens, zien. Maar daarnaast begon hij te spelen en ik dacht dat hij zou spelen Blakkaroezo of zo. Ik had me helemaal gezet voor het emotionele nostalgie. Maar dat was het er niet. Snap je? Dus oké, okay, dus vanavond bij mij een podcast, want ik ga me helemaal zetten voor Noël Wilson. Brian Mulsland heeft gestongen, maar ik heb Humphrey Cowlen, die is erbij gekomen, heb ik die vorige week gemist? Ja, die heb je daar vorige week gemist, want je weet, het is vorige keer vanuit Suriname niet zo goed gegaan qua techniek. Dus vandaag krijgen ze de herkansing. Mm-hmm. En dus dezelfde vier van de line-up, die zijn weer vandaag dezelfde vanuit Suriname. En welke mensen gaan hier in Nederland vertegenwoordigen in deze estafette? Wel, het stokje wordt overgedragen aan Eddie Assam. Mm-hmm. We hebben Maureen Fernandes. We hebben een jonge spokesman, Miss. En we hebben Etje Rust en we hebben John Oldenstam. John Oldenstam is een vriend van de show van Double 7FM. Mm-hmm. Ja. En hij heeft ook gespeeld in 1862, die geproduceerd is door Double 7FM. En Etje Rust, ja, die kennen wij ook. En die Assad ook. Eigenlijk kennen we alleen Maureen Fernandes niet. Ik heb haar wel eens zien optreden, maar vanavond ga ik haar echt in haar eigen zijn zien. Maar Lucas Masanti de Netti. Maar vorige week van Antiqua L. Ja, toch, kijk, het is de bedoeling dat ook jonge artiesten, dat is ook wat wij willen, een platform bieden in deze tijd. Om de mensen thuis te entertainen, want we moeten toch binnen zitten. Nou, dan kun je dus luisteren naar de radio. Je kunt kijken naar de televisie. Of je kijkt nu eventjes op Facebook. En we hebben 2 uurtjes entertainment voor de mensen thuis. En daarna kun je dus uur. Dus het is van 9 tot? Nou, we gaan ietsje langer door in Suriname. Dus van 9 tot 10 gaan zij door. En dan nemen wij over van hier van 10 tot 11. Oh, dus het is een uur in plaats van een half uur wat jullie de vorige week hadden. Nee, de vorige keer waren ook 2 keer. Het was een half uur Suriname, half uur Nederland. Toch? Het was toch een uur? Of heeft het 2 uur geduurd vorige week ook? Ja. Oh, Tilligado, nee, dan ligt het aan mij, sorry, excuse, pardon. Maar anyway, ik ben nieuwsgierig, want kijk, Suriname neemt een kleine revanche. Ze moeten wel wat doen, want vorige week heeft Nederland gewonnen. Dus ik ben nieuwsgierig, ik ben helemaal ready voor vanavond. Ik doe het echt wat beter. 9 uur Nederlandse tijd, 4 uur Surinaamse tijd. Ik zit met mijn popcorn, mijn wijn. Ik denk dat ik het ga casten naar mijn televisie. Asan Odeso Play. Er is geen voetbal. Ja, toch. Doe het echt. Ja, en wat we ook nog in petto hebben, ook een paar weken, is dat we de oude Pokémon, zoals een Paul Amarali, een Louis Winsak en dat soort mannen, die dan Dana Fingloy, die gaan we dan zeg maar de oude laten optreden. Mm-hmm. En we hebben ook Enver waarschijnlijk volgende week. We hebben Lucretia, dus er komen nog genoeg mensen langs, waarvan de meeste wel bekend zijn, en ook jonge andere onbekende artiesten. Ik vind het vanavond een gratis showtje. Ik dank je hartelijk, Gloria. En nog een fijne avond. En ik kan me voorstellen dat je vanavond een mooie feest hebt op je 60ste verjaardag. Maar ja, in je huis met dood. Je privéfeest niet. Dank je wel. Tamboeng, hè. Super. Oké, doei. Doei. Groet je, doei. Fijne avond. Dank je wel. Dat was dus Gloria Botte van Radio Stavaste. Ik ga pokoe draaien. Dan ga ik u groeten luisteraar. Straks om Sherry of niet. En nu... Frans neemt Frans Pina dat over. Hey, laatste uur. Dankjewel. En wat ga jij doen? Wat ik ga doen, ik ga luisteren naar Stavast en Double 7. Je hebt niks te doen, anders bedoel ik. Ik heb niks te doen, maar weet je hoeveel ik te doen heb? Nee, het is zaterdag 5:30 geweest. Het kan ook zijn dat je helemaal niks te doen hebt. In quarantaine. Nee, ik ga koken. Wat ga je koken?
Wel, ik heb tijerblad, mm-hmm. maar ik moet die toevoeging nog bedenken. Tijerblad? Dat heb ik wel, dus ik heb al één ding. Dus je, hebt je kan al eten. Je kan al eten, hè? Kanyang, uh-huh. Dati. Maar je hebt nog geen toevoeging? Ik heb nog geen toevoeging. Oké, okay. Maar het wordt tijerblad in elk geval. Tijerblad wordt het, dat sowieso. Oh. Moet ik nadenken als ik wil dat ik vis of vlees wil, als ik wat wil hebben, als ik wil. Als, ik heb banaan, ik heb gestaaf, ik had ook rijst. Uh-huh. Na te denken, maar misschien ga ik dat helemaal niet eten, want ik ben ook makkelijk. Of misschien rijst. San Anton, we koken toch altijd rijst in Suriname. Standvaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Standvaste Radio.